eerste onderzoeken en werkzaamheden voor de dijkversteviging tussen Zwolle en Olst zijn begonnen. Uiteraard was Zaland 1 daarbij. Nou, we staan hier inderdaad aan het begin eigenlijk van een heel groot project. We gaan zo'n circa 30 kilometer dijk versterken langs de IJssel. En de truc die we net zagen rijden, dat is de sondeertruc, zoals we die noemen, voor de geotechnische onderzoeken. Dit project zit nog volledig in zijn beginfase. Jozef Hofman, projectleider en uitvoerder, vertelt wat de planning hiervan is. Ja goed, we zitten nu nog in de planuitwerkingsfase. Dus die is al zeker een 2 jaar bezig. En we zijn nog zeker 1,5 jaar bezig om de verdere plannen uit te werken. Ja, en daarna krijgen we nog zo'n circa 5 jaar aan realisatie, dus uitvoering om de dijk daadwerkelijk te kunnen versterken. Vertel eens eigenlijk wat over die dijk. Is de dijk nog wel goed? Ja, eigenlijk over het gehele traject voldoet de bekleding niet. Dus dat is de grasbekleding die we hierop zien staan. Het is eigenlijk een zanddijk. Nou, op het moment dat het grasmatje eraf is, dan is die heel erg erosiebestendig. En we hebben overal een pipingprobleem. En dat zijn eigenlijk onderwaterstromen die eigenlijk onder de dijk doorgaan op het moment dat er aan de buitenkant van de dijk hoog water staat. Ja, en die moeten wij gaan verhelpen. In de tweede helft van 2024 gaat het echte grote werk van start. Ja, wat we gaan doen is eigenlijk verticale maatregelen hier in de teen van de dijk neerzetten. In vorm van bijvoorbeeld damwanden. En de hele bekleding wordt vervangen voor een nieuwe dijkbekleding. Dat zijn eigenlijk de grootste klussen hier. Je moet er toch niet aan denken dat dit onderhoud aan de dijk niet zal gebeuren? Ja, bij een hoogwatersituatie kan het dan voorkomen dat de dijk dus inderdaad bezwijkt. En het hier in het achterland veel natter wordt dan dat we nu hebben. Je zal toch niet je huis uit moeten straks? Ja, de mensen zullen niet hun huis uit moeten. Hè. We hebben hier ook een sterk omgevingsteam staan die ook contact heeft met alle bewoners en boerderijen hier. En we gaan de werkzaamheden zo inpassen dat we zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de bewoners en boerderijen.